Ja, laster, zegt de advocaat. Het is in elk geval wel een oude zaak. Is ze verjaard of zou dit ooit nog kunnen leiden tot een proces? Wel, Stef, het is hoe dan ook aan de Raadkamer van Brussel om daarover te oordelen. Hè. Het hele dossier zit nu bij het federaal parquet. Trouwens, deze klacht tegen Van Geluwe maakt een onderdeel uit van het grote dossier van misbruik in de kerk. Je weet wel, operatie Kelk. Dus ja, dat dossier is eigenlijk zo goed als rond. Loopt nu wel wat vertraging op door deze nieuwe klacht. En wat die verjaring betreft, meester Van Steenbrugge is ervan overtuigd dat die niet geldt, omdat het is een beetje juridisch ingewikkeld, maar het komt er eigenlijk op neer dat die verjaring pas zou beginnen tellen vanaf het laatste slachtoffer. En dat is minder dan 15 jaar geleden. Dus volgens hem is er geen sprake van verjaring. Maar zoals ik al zei, het is aan de Raadkamer van Brussel om dat verder uit te maken.